Een veiligheidsvangnet vir studente. Dit is wat hier die modelle by die Universiteit van Pretoria se nuwe laboratorium by Onderste Poort vir veearts en heikende studente bied. Die modelle met silikoon ingewande gee studente kans om operasies na te boots voorlop die ware Jakob opereer. Goed, so hier het ons wat ons noem ons spy model wat ons ontwikkel het. Hier is wat ons noem die omentum of netvet, ons het een mild, ons het nieren, een blaas, ook een darmkanaal. Maar dan wat ook baie belangrijk in hierdie model is, is natuurlijk die reproductieve gang. Hier is ovaria met de uterus. En die idee dan is dat die student voor hulle die heel eerste keer een levendige hond gaan steriliseer, kan hulle op hierdie model oefen. So dit is hoe die eenheid lyk, dan neem ons hierdie eenheid en ons plaas dit in 'n speelgoedhond om nog nader aan die werklikheid te kom en dan word die student op die ouen gekonfronteer met ons model wat gedrapeer is en daar is 'n operasie area beskikbaar wat hulle dan kan oopsny en dis dan hulle taak om die organe te vind in die ovariohysterektomie uit te voer.